dit overheerlijke programma maken de Njamchefs telkens een eenvoudig en lekker gerecht klaar. Vandaag zorgt chef Pepe Giacomanza voor een schotel met een flinke dosis Italiaans temperament. Welkom bij de Dagschotel. Welkom beste kijkers. Vandaag gaan we de Italiaanse versie maken van Gordon Bleu. Escaloppa Voldostana. En die gaan we klaarmaken met patatjes in de oven. We gaan ze mooi afspoelen. Hier gebruiken we eigenlijk meer van die kleine patat, ook meer smaak. En we gaan eigenlijk ook de schil eraan laten. En zo ook proberen allemaal dezelfde lengte te snijden. Mooi. Onze kom leggen. Gaan ze mooi afkruiden. Fijn. Zeezout, fijne zeezout, peper. Olijfolie, extra vergine. Deze lekkere van Donna Carolina, die lekkere smaak. Tijm. Je hoeft ze niet echt te snijden, gewoon eigenlijk zo grof dat ze een mooie smaak nemen. Doe je handen zo. En heerlijk, die aroma's ook. Plukken, je mag ook die takjes erin laten. Teentje loog is er ook heel lekker. Hier hebben we wat oregano. Look moet er ook extra niet fijn gesneden. Je moet eigenlijk ook grof of een tweede, dat eigenlijk gewoon de smaak. Dat goed mengen. Heerlijk, die aroma's. Onze aardappels zijn mooi gekruid. We gaan ze eigenlijk zetten in een oven. Voorverwarmen op 220 graden gedurende 30 minuten. Voilà. Nu onze patatjes in de oven zijn in bakken, gaan we onze escalop maken. Wat is eigenlijk escalop? Een dun kalfslapje. Die gaan we heel mooi opvullen met gegrilleerde ham en fontina kaas. We gaan onze escalop opvullen. Eigenlijk hier hebben we een kalfslapje van ongeveer 220 gram. Die kun je eigenlijk zo klaarvragen bij de slager of in de supermarkt. We gaan onze escalop opvullen met onze gegrilleerde ham. Heel mooi. Deze ham is typisch van deze streek. Het is eigenlijk ook een escalop Valdostana, heet het. Van de regio Val d'Aosta. En dat is eigenlijk de origineelste kaas wat er afkomstig van is. Dat is de fontina kaas. Mooi van structuur. Heeft ook een hele mooie, lekkere, zachte smaak. Moet je eventueel deze producten niet vinden, kun je ze nog altijd vervangen. Eventueel van een breidelham of een mozzarella kan er eigenlijk ook tussen. Of een zachte pecorino. Of eventueel een gouda kaas of zo. Dus dat is geen probleem. We gaan hier de korst verwijderen. Dat is eigenlijk een typische escalop Valdostana. De Italiaanse versie van de Gordon Bleu. Gordon Bleu wordt hier eigenlijk met paneermeel gepaneerd. Deze gaan we alleen een bloem bakken. En eigenlijk is het ook heel voornaamst altijd dat we de hoeken mooi dichtmaken. Onze escalop Valdostana is mooi gevuld. We gaan die wentelen in bloem. De Gordon Bleu paneren we hier in paneermeel. In Italië de Valdostana een bloem. We gaan er een heel mooi werk van maken. En een kommetje nemen. Voilà, hier wat bloem. Zo kunnen we onze escalop wentelen. We gaan deze een klein beetje kruiden. Beetje zout. Bij de kanten. Klein beetje peper. Voilà. We gaan ze heel mooi in bloem wentelen. En dat is eigenlijk ook heel voornaamste, niet te veel. Dat ook lichtjes afkloppen. Dat je zo'n licht korstje krijgt. We gaan onze escalop Valdostana bakken. Klein beetje een olijfolie. En we gaan daarbij een scheutje mooie, goede boter. Eigenlijk één voor de smaak van de olijfolie. En twee eigenlijk voor het mooie gouden kleur van de boter. Dat is eigenlijk een mooie combinatie, deze van de olijfolie
En die goede boter, liefst geen margarine of zo, dan wordt eigenlijk donkerder je scallop. De goede boter en olijfolie is niet alleen voor krokant, maar ook voor die geweldige, aangename smaak. Voilà, we gaan ze mooi bakken. Voornaamste is ook heel mooi goudkleurig bakken. Dat is eigenlijk ook een heel gemakkelijk gerecht om thuis klaar te maken. Je hebt gezien, we hebben onze patatjes. Eventueel als je thuis wat groentjes erbij, dan gaat dat ook nog. Maar hier heb je gewoon gegrilleerde ham. Moet je het niet vinden, heb je de vervanger van gewone breidelsam. De kaas, als je een Italiaans winkelje komt of een goede supermarkt wil hebben. De fontina moet je het niet hebben, geen probleem. Mozzarella, gouden kaas zijn de vervanger. En uiteindelijk heb je eigenlijk op heel weinig tijd een heel mooi gerecht wat je thuis zeker kan klaarmaken. Je ziet ook eigenlijk, die scallop is heel mooi toegemaakt geweest. Dus daar loopt eigenlijk niks van uit. Voilà, deze scallop al doorstaan. Dat is bij mij in het restaurant al 30 jaar op de menu. Daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid met het woord Valdostana en te weten eigenlijk wat dat was. En nu ben ik ook content dat ik dat voor jullie ga klaarmaken. Je ziet het hier, het is stilletjes aan beginnen te bakken. Het mooi omdraaien. Prachtig allemaal. Die mooie goudkleurig. We gaan ze blussen met gewone keukenwijn. Niet te veel. Goed laten inkoken, die witte wijn. Bij een klein beetje bouillon aan toevoegen. Dit is gewoon rundsbouillon. Dat hebben we eigenlijk van onze rundsknoken. Dan gewoon stilletjes aan laten inkoken. We gaan er een lekkere extra kruiden salie. Heerlijk, dat past eigenlijk ideaal bij deze combinatie. Die gaan we eigenlijk toevoegen op onze escaloppen. Gewoon een klein beetje gedurende 5 minuutjes laten inkoken. We gaan zien hoe onze aardappelen ermee is. Ze hebben daar een half uurtje gezeten. Voilà, geweldig. Lekker die geur van tijm, oregano en look. We gaan ze mooi dresseren. Aan de zijkant aardappel. Meestal look en zo dresseer ik niet, gewoon voor de smaak. Eigenlijk is het, je ziet het, hoe gemakkelijk. En eigenlijk heb je niet te veel tijd nodig om dat thuis klaar te maken. Die geur van die escalope, dat is gewoon menselijk. Gewoon kalfs, van geleerde ham, fontina. En kijk hoe mooi die kaas. Een ideale plat voor de dagschotel. Kijk eens hier. Met een Italiaanse tint. Klein beetje peper gaan we er lekker aan toevoegen. Lekker de kruiden. Gaan we mooi afwerken. Goh, die kruiden tijm. Dat is dat zo veel. Kijk. Kijk eens hier, hoe mooi. Voilà. Signori, escalope valdostana met patatjes en oven is klaar. Echt de moeite om te komen proeven. Buon appetito! Sempre di più e la lira cede e precipita giù valutation valutation